Hey allemaal, welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag weer een pas op je shoplog, maar iets anders dan normaal. Nou ja, waar het neerkomt. Vorig weekend heb ik met Rebecca een pas op je shoplog gefilmd in Almere, maar dat is best wel een kort gedeelte. Dus vandaag gaan we toevallig weer naar Amsterdam. En toen zei ik, dan ga ik daar mijn pas op je shoplog afmaken. Ik weet niet of het samen is of apart, maar dat ga ik er dus achteraan plakken. Maar dan gaan jullie nu eerst kijken naar de beelden van vorig weekend in Almere en daarna de beelden van vandaag in Amsterdam. We gaan ook naar een event zo. Dus dat zie je in de vlog. Even je duimpje omhoog als je zin hebt in deze video. Vergeet niet te abonneren als je hier nieuw bent en je meer van mij wil zien. En dan gaan we nu beginnen. Oké, ik ben weer in de Primark. En het is best wel kort geleden dus dat ik hier was. Maar Rebecca komt zo, die is nog even in de winkel aan het kijken. Dit is de outfit die ik nu draag. Iets wat ik nooit zou dragen eigenlijk. Maar het is mega warm en ik voel me er gek in omdat ik dit dus nooit draag. Mijn schoenen zijn van Calvin Klein. Super leuk. Deze broek is van Primark. Dit is van Primark. En dit is van, volgens mij, zo'n Chinese shop ooit. En dit ga ik er allemaal passen. Deze broek ziet er niet uit. Hij kost 16. Boven zit hij veel te wijd. Hier zit hij veel te strak. Het ziet er echt verschrikkelijk. Oh, wat erg dit. Ik vind hem heel leuk, maar je moet echt een... Ja, weet ik veel wat voor lichaam voor hebben, maar... Ik als Rebecca bijvoorbeeld dit koopt, dat ook niet. Nou ja, zij heeft hier helemaal veel beeld. Dus misschien zit die dan wel goed. Verschrikkelijk. Deze kost ook maar 16. Maar dit zit hier veel te strak. Ik zag er eentje maar van hangen. Dus een gebaatje groter zou misschien wel leuk zijn. Maar bij Primark heb ik nooit echt zin om te zoeken. Hier heb je zeg maar echt geen ruimte als je een beetje een buik hebt. Past er echt niet in. En het is wel een beetje zo'n zweetstofje. Kijk even naar deze beeld, jongens. Rebecca, ik ben nu al chagrijnig. Want ik pas niks. Dan zag ik super veel leuke dingen. Ja, ik dus niet. 48, 34. Weet je wat vervelend is? 44 veel te wijd, 42 pas ik niet. Ja. Maar ja, ik heb wel voor 2 keer genoeg. Heb je al je pan wat aan? Ja, pas niet. Kijk even Rebecca's video als jullie haar dingen willen zien. Rebecca heeft een heel mooi lichaam. Ja, kijk naar Charlotte als je haar video wil zien. Doei. Laat staan natuurlijk in de video. Ik heb dit jurkje aan, maar er houdt geen kaartje aan. Volgens mij was hij maar iets van 6 of 8. Maar hoor je mij, Rebecca? Hallo. Hi. Ik heb dit jurkje aan. Ik heb mijn jurkje net gedaan. Maar het is een hele gekke kleur, want het is eigenlijk huidskleur. Ik hoor nu Rebecca praten, dat is grappig. Hij is 13 maar of zo? Ja, ik vind hem wel heel leuk, maar hij was er ook in het groen, maar die was er niet in deze maat. Ik denk dat ik deze wel wil. Hij is ook van dat zachte stofje. Heb je kleren aan? Kijk, hij is superleuk. Eeuw, verschrikkelijk. Nee, alsjeblieft, zeg. Gadverdamme. Dit kan je zo leuk combineren. Oh, zo lelijk. Wat vind je van dit jurkje? Gewoon niet leuk. Waarom niet? De kleur. Waar is je figuur? Ja, dat heb ik nooit. Nee. Hoe laat die echt wel? Wat? Dit is echt een pyjama. Dit vind ik echt geweldig juist, ja? Op mijn benen na. Ik vind van jou het verschrikkelijk. Nee, ik heb voor 5 euro super leuk. Oh, dit is wel heel grappig zo samen opnemen. Ga weg, ja, ik pak hem dan kleiner. Doe dan een kleinere. Nee, dat kan niet. Pas die heupen er niet in. Oh. Nou, ik vind het jurkje heel leuk. Dit wordt er niet. Ik heb nu dit aan en het kost 15 euro. Maar ik heb even mijn shirt eronder. Oh, ik ga het niet kopen, maar ik vond het wel grappig om te laten zien. Wat heb ik verschrikkelijk. Dit is echt, deze dag is niet goed voor mijn zelfvertrouwen. Dit is 13. Ja, ik heb mijn shirt eronder. Want anders is het een beetje... Oh nee, ik kan wel. Ik heb even hier mijn shirtje nog eronder, want hij is zeg maar echt open. Het kan denk ik heel leuk zijn, maar... Maar wanneer draag je dit? Het is wel heftig als je dit zeg maar weg doet, dan sta je een beetje naakt. Dit topje is 5 euro. Ik vind het heel leuk. Deze is 13. Ik heb niet de rekening gehouden met goede koffie. Mag ik het zien? Nou, please. Ik denk dat dit het is. Ja, maar dat is gewoon echt goed. Hè? Ja, het is gewoon veel te groot. Als hij lang is, wil ik hem wel. Ik heb nu deze aan, maar ik vind het ook niet zo... Jawel, die wil ik ook snel aan doen. Die lijkt zo leuk. Wat dan? Vind je niet leuk? Ik vind hem eigenlijk zit te wijd bij mijn borsten, denk ik. Oh, nee. Oeh, ook op mijn camera. Echt? Ja, ik schrok echt. Onbewust goed scoren. Dit is veel te groot. Oh, hij gaat heel mooi bij jou zitten. Wat is het eigenlijk een mooi topje, die blauw-witte. Ja, hè? Ja, maar hij is bij mij veel te wijd. Bij mijn borsten, dus ik moet eigenlijk wel een kleinere maat pakken. Ja. Maar dat doe ik dan weer niet. Ja. Ik vind deze geweldig, die groene. Oh, sorry. Zo leuk. Ik moet deze wel een kleiner in maat gaan zoeken. Oh. Ja. Normaal ben ik te lui om te gaan zoeken, maar ik ga het doen. Hij kost 13. Ja, ik wil dit. En
En ik heb het topje nog een keer aangetrokken. En ik dacht, ik ga terug om het halen. En hij is nu ook nog eens in de korting. Dus ik ga deze zeker halen. Kom ik weer met mijn... Ik heb heel veel roze truien. Maar deze mouwen... Ik moet deze hebben. Zo geweldig. Oké, nou, we hebben het event achter de rug. En we zijn nu in de Monkey. En ik heb best wel veel dingen en heel veel broeken. Maar ook waarvan ik niet weet of de maat helemaal goed is. Ja, je ziet het niet, er hangt hier van alles. Dus let's pass. Ik heb nu een broek aan. En het was best wel lastig om aan te krijgen op een of andere manier. Hij is alleen best wel lang verbonden. Maar hij zit best heel raar. Ik kreeg hem heel moeilijk aan. En nu heb ik hem aan en zit hij best wel goed. Het biedt wel gewoon... Oh, heel weinig zakken. Het biedt wel een soort van ondersteuning of zo, als je dat bedoelt. Maar niet dat ik denk, ik vind hem heel leuk. Nou, ik weet het niet. Ik kan dit wel gewoon makkelijk omrollen. Hij is niet mega stretchy, maar het vind ik wel fijn, want die lopen altijd heel snel uit, die stretchbroeken. Maar er zit wel weer wat stretchy. Nou, ik weet het niet. Dit is een M, maar ik moest hem passen puur omdat ik gewoon even wilde weten. Ja, misschien denk je nu dat het niet leuk is, maar het is echt een hele leuke broek. Ja, je hebt mijn buik weer helemaal geplet, maar het kan echt heel leuk zijn. Ik wil hem heel graag in een L, maar die is er niet. Het zit echt heel lekker, ja, het ziet er niet uit. Ik heb geen lucht. Ik vind hem echt heel leuk, mooi broek. Nou, net te strak. Heel veel maten zijn op, maar ik vind het ook niet mooi staan. Maar het is wel echt super comfy. Ook echt veel te klein. Ik laat het gewoon aan jullie zien, want dan weten jullie een beetje wat er is. Echt wel voor dunne beentjes dit hoor. Deze broek was ik ook niet. Het gaat niet dicht. Maar het is ook weer echt een hele leuke broek. Tip. Ik pas het echt even laten zien voor jullie, zodat jullie er wat aan hebben. Want het is natuurlijk een beetje awkward dit. Hele mooie, lekkere, stevige stof. Echt heerlijk. Ja, deze rok zit heerlijk. Dit is hetzelfde stofje als mensen die me echt vroeger weten. Wel, die jumpsuit die ik heb. Waar ik zo blij mee ben van Monkey. Precies dezelfde stof en het zit zo ontzettend lekker. Deze type ook zelfs nog omdat hij een beetje groot is misschien. Dat is een L. Het valt wel allemaal heel anders. Hij kost 25. Het is niet heel boeiend, maar hij zit vooral echt heel lekker. Hij is zo lekker zacht. Ja, en dit is weer hetzelfde soort stofjes in jurk, maar het lijkt meer een soort van lang shirt. Het ziet er zo lelijk uit omdat hij net op mijn knieën heel lelijk zit. Ja, het zit heel lekker, maar... Het is heel lekker, het zit echt heerlijk. Maar ik denk niet dat ik denk ook niet hier of zo van wauw, mooi. Blouse is trouwens echt geen tip als je kleren gaat wassen, zoiets heftig, want het staat nergens bij. En nu de broek is wel een soort stof. Hij is vrij lang, maar ik heb geen schoenen nu aan. En dan heb ik deze gaan nemen puur omdat ik dit soort broeken best lastig vind te vinden voor mezelf. En hij echt wel mooi afkleedt. Als je vergelijkt met die andere. Ik denk dat jullie dat ook wel zien wat ik bedoel. Hij lijkt dus weer een beetje op die jumpsuit, maar die jumpsuit is iets wijder en korter. Hij komt mooi tot de grond en weer het lekkere zachte stofje. Zachte, dus het is niet zwart, maar een beetje grijs of black. En als je kijkt, dan valt... Ja, bij mijn billen niet echt mega mooi ofzo, maar hier voelt hij goed. Lekker een zachte band. Hij valt mooi, dus ik denk dat ik deze ga nemen. Dat is denk ik de enige die ik ga nemen. Maar prima. Lekker. Ook lekker voor de zomer. De laatste broek. Ik dacht dat hij nooit ging passen. Ik dacht steeds, ik geef het op. En toen had ik hem eindelijk aan. Niet dat hij is heel strak, maar hij is weer heel erg lang. Dus hij kwam echt tot over mijn voeten. Maar het valt niet echt op. Hij zit best goed. Alleen ik voel dat hij hier uitgescheurd is door iemand. Kijk maar. Zo vind ik het leuk, maar zo niet. Volgens mij was dit de laatste. Zie je? Oh. Het is uitgescheurd. En dat weet ik niet. Het is niet leuk met iets erin. Daar vind ik hem net te hoog. Dan zie je hier echt... Ja, dat vind ik ook leuk. Dit. Het is wel een mooie broek. Eigenlijk. En ik denk dat hij best wel goed zit. Wel een ideale zomerbroek eigenlijk. Hij trekt net niet... Nee. Het is zo moeilijk om een broek te vinden. Hij is oké, maar ik wil gewoon een keer echt een perfecte broek vinden, weet je wel. Even één broek gepast bij de Only. Rebecca zei dus dat ze hier een chill had. Die heb ik nu aan. Ik zeg dat hij heel chill zit, maar het is 34 lengte. En ik vind het niet mooi als het te lang is. Maar ze hadden geen XL met 32. Maar ik geloof wel dat deze broek heel chill zit, zeg maar. Ja, het is heel zwart. Je ziet het bijna niet. Het is echt zwart-zwart. Ik vind het niet heel mooi. Helemaal zo zwart. Het zit wel echt goed. Ze zegt dat die van haar al een jaar mooi is. Dus dat is wel echt heel lang. Oké. Dit is heel erg. Nee, je kan niet binnenkomen. Ik sta half naakt. Wat? Ze kijken je aan. Wie? Ik heb nu dit als shirtje aan. Kijk, hij is echt heel leuk, maar hij is zo kort. Je ziet het gewoon echt. Nee. Hij is echt te groot. Kijk, jongens, deze jurk had ik dus laatst aan.
Nee, nou, maar ik wil hem. Maar met een riem. Ja, maar dat doe ik niet. Nee. Toen had ik een huidskleurige aan, vonden we allebei leuk, maar ik zei hij is te strak, ik moet mijn buik in. Maar wat een groot verschil. Heel veel. Kijk. Maar, zo met hem is hetzelfde toch? Die andere had iets geks aan de andere. Nee, dat was weer een ander. Oh. Oké, dit shirtje heb ik nu in het wit en in het groen, maar ik had ook eerder gezegd, dit soort shirts vind ik zo relaxed. Dit is zeg maar als hij weer omhoog trekt, maar zelfs dan vind ik hem leuk. Hij blijft niet echt heel goed zo zitten. Maar ik vind hem wel leuk zo. Lekker lang. Dus... Ja, hij is gewoon mooi rood. Niet zo raar oranje zoals je... En dit is niet een tepel. Dit is een stukje van mij. Okay. Ik heb deze net gepast. Ze zegt dat hij niet leuk is. En ik vind hem echt geweldig. Ik hou hier zo van. Deze had ik dus al in het wit. Daar heb ik ook een paar Instagram foto's al mee gemaakt. Ik vind het zo leuk. Het lijkt wel ergens een beetje op een keukensport. Allerlaatste van deze video. Misschien herinneren jullie iets nog wel dat ik dit jasje liet zien. Dat ik zei over 40 een beetje duur. En die hingen hier voor 20. En ik heb nu de kleinere. En ik denk dat ik voor deze ga. Hij staat wel leuk. En ik heb geen goed zwart jasje. Ik heb er één van zo'n Chinese shop. En die is nog niet irritant. Nee, en hij is ook niet te klein. Hij trekt niet. Doen? Ik vind hem heel mooi hoor. Ja, ik doe hem wel. Daar ga ik echt wel blij mee zijn. Hey jongen, het is iemand. Het is nu weer ongeveer een weekje later. Ik ben weer in de Primark. Dus ik denk ik plak het er nog even bij voor jullie. Dus enjoy. Ik ga allemaal dingen passen. Ik heb ook nog meer dan dit. Dit pakje kost maar 13 euro. Alleen, ik heb ook een maatje groter in mijn mandje liggen. En ik hoop dat die mooier zit. Want hier ga ik dus lopen trekken. Maar er is een kans dat die ander ook zo valt hoor. Dat het hier gewoon in je taille valt. Ik denk dat ik deze wel wil in een maatje groter. Ik vind het echt wel voor de prijs sowieso heel leuk. Dit jurkje is 19 en ze hebben dit best wel vaak bij Primark, dit soort jurkjes. Maar altijd zijn de grote maten op. Die vrouw zei nu ook al, nee, we hebben alleen maar kleine maatjes. Omdat hij best wel ruimte had, dacht ik proberen. Hij kan wel, ook hier nog wel. Maar dan is hij dus gewoon te kort. Dus ik moet hem echt 2-3 maanden groter hebben. Dus dat is zonde. En ik baal, want ik vind hem zo ontzettend leuk. Hij zit ook lekkerder nog dan die ik laatst bij Only had. Echt zo leuk. Nee, maar dit is te kort voor mij. Ga ik het te weinig dragen. Super jammer, meestal komen die ook niet meer. Een heel mooi jurkje. Oké, love this. Super grappig, dit is dus een body. Ik denk waarom een body? Maar hij zit dus van onder geknoopt. Ik denk dat hij daardoor heel mooi valt en ik vind hem leuk. Als je te wild beweegt gaat het wel open, maar het gaat nog wel. En het broekje zit wel strak, maar ik weet dat het altijd een beetje uitloopt. Ik vind hem heel leuk. Deze outfit is toch geweldig. Heerlijk hoe dit zo losjes valt ook, want hier zit gewoon een vet rol. Heel leuk. Het broekje was 15 en het blouse was 13. En wat ik nu aan heb is echt een typisch leuk Primark ding. Deze kost maar 8 euro. En hij is niet geweldig, maar eigenlijk is hij best wel geweldig. Gewoon heel simpel. Ik twijfel of ik hem wel een maatje kleiner moet pakken. Ik denk het wel. Heerlijk voor de zomer. Gewoon mega chill. En kijk, de kleur is ook best wel leuk. Echt wel geel. Ook heel leuk voor een Instagram foto. Het zit lekker. Het wordt nu al mijn favoriete ding. Deze moet ik echt halen. Weer een beetje een oma patroontje als ik het zo zie. Maar zo vind ik hem echt heel leuk. Ja. Oké, hier ben ik dus deels ook heel blij. Want ik, sinds ik die week al wikkeljurkjes heb ontdekt. Omdat ik het best wel leuk vond bij mezelf. Alleen, dit is zijn altijd zo bij. Wil Moheen zich melden bij de kassa's op de eerste verdieping. Dank u. Alleen zijn dat zo wijd van boven. Dus ik dacht, yes, hier heb je een hele grote maat. Ik pak een hele grote. Maar dan wordt het dus alleen maar hier heel groot. Dus dit is echt geen goede maat. Dus je moet, denk ik, bij wikkeljurkjes een veiligheidsspeld gebruiken. Ik vind het wel echt leuk. Maar ik weet niet of ik zin heb om een andere maat te gaan pakken. En pas dan of het dan ook beter zit. Dit is gewoon echt veel te groot. Hij is wel maar 13 euro. Maar ja, dan denk ik, als ik het toch dicht moet knopen, vind ik die van B-kant leuker, denk ik. Ik weet niet. Oké, ik kan model. Vind ik het echt een superleuk jurkje. Goed voor mijn figuur ook. Maar die kleuren vind ik zo heftig. Ik dacht, ik probeer het gewoon. Oh, je kunt hem ook losknopen. Nou, ik vind dat wel... Ik denk te denken als ik dan bruin ben of zo, maar... Grappig, er zit gewoon elastiek in. En doordat je het dan knoopt, lijkt het niet alsof je het bij elkaar hebt geknoopt. Terwijl het eigenlijk gewoon elastiek is. Superleuk. Nee, ik vind het geen mooie kleuren voor mezelf. Te warm of zo. Jammer, want ik vind het echt een heel leuk modelletje. Oké, okay, je mag dus niet meer dan 8 gelijk. Dus ik heb nu echt geen zin om weer mijn broek uit te doen. En dit was in de sale. Maar kijk, als het over je broek heen al zo zit, dan weet je al dat het lelijk gaat staan. Dus dit wordt hem niet. Ook weer over mijn broek heen, maar die is een hele dunne strakke broek. Dus dat maakt zoveel uit. Dit vind ik echt niet mooi. Hier tekent het heel erg. Het is echt helemaal niet stretchy. En hij loopt heel lelijk uit. Ik vind het niet leuk. Dit is 8 euro, maar dit vind ik echt... Ik heb hem volgens mij ook veel te groot. Het zit echt... Het ziet er echt niet uit, maar ik vind hem niet heel leuk. Ik denk wel dat hij voor heel veel mensen heel leuk kan zijn, dit jurkje.
Ik heb nog geen zin meer om nu andere maat te gaan pakken. Ik vind dit een heel leuk topje, maar het is wel weer kort. En ik heb nu al zoveel van dit soort tops. Maar ik vind deze wel weer echt heel leuk. Alleen, ik draag korte topjes eigenlijk alleen op shortjes. Omdat ik het bij lange broeken niet mooi vind hier. Ja, van voor wel, maar niet van zij. Ik denk dat ik hem niet ga nemen, ook vind ik hem heel leuk. Maar ik heb gewoon al blauwe streepjes dingen. Ik heb al dit soort off-shoulder dingen, maar hij zit erg lekker. Ik vind het echt wel heel chill. Nou, dit is, ja, niet van, de rest was echt, die andere dingen waren zo leuk dat ik dit dan even ga laten. Deze had ik al een keer gepast. Er zitten hier touwtjes die ik er dan af zou knippen. Toen dacht ik van, kijk, want het staat nergens op. Dan ga ik hem niet nemen, want hij is niet perfect, dit en dat. Maar toen kreeg ik echt spijt. Ik heb wel een beetje een grote maat. Ik vind het zo'n mooi topje. Ik dacht, ik ga hem nog één keer passen. Ja, hij is veel te groot, die ik heb gepakt. Maar als hij goed zou zitten. Ik hou gewoon heel erg van witte topjes. Op beeld denk ik nu niet fantastisch, maar ik weet dat ik hier heel erg van hou. Wat kost hij? Hij is 13 euro, maar hij is ook weer kort. Dus heel leuk op een shortje, maar minder functioneel dus voor mij. Waarom is dat zo kort? Hallo jongens, dit is echt een hele chaotische pas op je shopblog. Ik heb het nog niet afgesloten. Ik heb het even wat anders gedaan dit keer. Gewoon met nope als ik het niet gekocht heb en yes als ik het wel gekocht heb. Betekent niet dat wat ik niet gekocht heb, dat ik dat niet leuk vond. Als ik het terugkijk denk ik vaak, oh het stond echt super leuk. Maar het geld groeit niet om de rug, dus ik kan niet alles kopen wat ik wil. Ik hoop dat jullie het wel weer heel erg leuk vonden. Ik doe tegenwoordig ook heel vaak in vlogs, pashoekjes, dingen en zo. Dus echt heel veel kleding op mijn kanaal. Doe je duimpje omhoog als je het leuk vond. En ik weet dat het een beetje chaotisch was. Maar volgende keer weer wat rustiger, hopelijk. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot bij volgende week vlog. Of anders volgende weekend weer met een normale video. Doei!